trappers en we kijken naar Roy van der Sander. Bij Dijden Stiel, Tristan van der Maten. FCC Milan en Kevin Dollevoet. Flying Devils, Keis Adriaansen. Nieland, Max van Winter. Voor de wheels, Bas Verhagen. Wiekos met Sam Laurensen. En voor de hoepers, Tim Goossens. Is deze man te stoppen, die man in het zwart geel, die man van FCM de Hoeters, ja, die hier 2-0-1 plaat heeft, die Nederlands kampioen is geworden, die volgens mij bovenaan staat in deze competitie, heeft al verschillende TC's en drie Nations Cups op zijn naam zitten. Hij is de man to beat en dan zullen ze een beetje gas moeten geven, onder andere. Nou, Remsen, ja, dat die tweede de mist in, er zijn een aantal rijders daar. Ik zie wel Vokstukken liggen. Helemaal fout natuurlijk. Maar goed, het is Tim Goossens die de eerste plek in al heeft. We gaan kijken naar de man vanuit Paden. Dat is dan Adriaanse. En Max van Winden op de derde positie. De winst voor Goossens.